We komen in extremis nog op een gelijkspel uit, 1-1. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Ja, ik denk dat je uiteindelijk van geluk mag spreken dat je hier nog met een punt weggaat. Je bent wel de hele wedstrijd de betere ploeg, maar je weet dat ze gevaarlijk willen zijn met de counters. Zoals iedere ploeg wil zijn tegen ons. En ze slaan weer toe in een counter. En, daardoor kom je op achterstand en sleep je er nog in de laatste minuten 1-1 uit. Ja, we creëren toch wel wat kansen, denk ik. Vooral in de eerste helft. In de tweede helft een beetje alles op alles spelen met heel wat aanvallers. Frustrerend dat het dan pas op het einde lukt en niet eerder? Ja, we krijgen inderdaad wel wat kansjes de hele wedstrijd door. Maar op dit moment zit het geluk ons ook niet mee dat hij misschien net binnenvalt in plaats van net naast. Ja, dat geluk hopen we ook weer te krijgen en dan komt vanzelf wel weer, hopelijk. Ja, ook voor jou zelf, je lost een paar schoten van op afstand en net elke keer zit die doelman er nog tussen. Hè? Ja, ik raakte de bal een paar keer goed, maar de keeper pakt hem één keer goed en de ander was eigenlijk te zacht geschoten. Ja, volgende week beter White Star Wolen we thuis. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat zou ook weer een moeilijke wedstrijd gaan worden, maar we moeten nu wel echt gaan winnen, want we hebben die drie punten gewoon hard nodig.